Vredig lurkt Mohammed aan zijn waterpijp in Abu Ghosh. Maar zo vreedzaam is hij niet altijd geweest. Ooit was zijn naam Michael, een Joodse kolonist uit Hebron. Aanhanger van Baruch Goldstein, die tientallen Palestijnen in blinde woede doodschoot. Iets waar hij het toen mee eens was. Nu kijkt hij heel anders naar zijn Joodse vrienden van toen. Zijn Joodse geloof heeft hij afgezworen. Alleen de tatoeages, Joodse symbolen, herinneren nog aan vroeger. Hij werd uiteindelijk bekeerd door een Palestijn en woont nu met zijn moslimvrouw en 4 kinderen als zeer gelovige islamiet in Abu Ghosh. Een Arabisch dorpje waar zijn vroegere vijanden nu vrienden zijn. Voor hem is de islam nu de oplossing voor alle problemen. Baruch Hashem shalom et lifnei she taslamti. הייתי מאוד קרוב לזה. אתה יודע מה זה התנחלויות? תשמע, יש כל מיני מקרים, יריות והתנגשויות בין המתנחלים ואנשים מסביב, אז היו יכולים לקרות הרבה דברים. Een onbegrijpelijke ommekeer in het leven van deze man. Zoon van een Joodse vader en moeder die het er nu moeilijk mee hebben. Maar mocht een van zijn kinderen nu besluiten om weer terug te keren naar de Joodse wortels van hun vader? Tja, dan is het antwoord van deze vader duidelijk. Met bni ulokayam. Him wazaf ve'alach lederach acher, lederach acheret, en liben. Hij is arm, maar gelukkig. Over 2 jaar is hij van plan nog een vrouw te trouwen. Dat kan, nu je moslim bent, vertelt hij. En het is goed voor de sfeer thuis. Een fanatiek voorstander van de islam, waaraan niets meer te merken is dat hij ooit Joods was.